Welkom bij Buitengewoon. En deze week zijn we in de Achterhoek, in het natuurgebied Hagenbeek, bij Bargum. Nou, je kan het je bijna niet voorstellen als je hier om je heen kijkt, maar dit is een gloednieuw stuk natuur. Tot een paar jaar terug was dit nog landbouw. Nou, de bovenste vruchtbare laag, die is eraf gehaald. De zaden die daaronder in de grond zaten, die zijn tot bloei gekomen. En zie hier het resultaat, een prachtig bloemrijk gebied. Zo snel kan het gaan, of niet, Ruben? Ja, ik sta er ook wel echt wel weer verbaasd van, hoor. Want ja, je hoopt wel dat het snel gaat, maar dat je hier binnen 1 of 2 jaar al resultaat ziet, dat is wel echt uniek. En reageert de natuur nou snel op zo'n veranderende omgeving? Nou, dat hangt een beetje van de plek af en de deskundigheid van de natuurbeheerder natuurlijk. Je moet wel zorgen dat als je hier die toplaag afgraaft, dat je dan niet te diep gaat en op de goede plekken dat doet en weet waar de interessante planten kunnen groeien. Dus nee, het is niet altijd een garantie voor succes. Maar dit is hier wel succesvol, dat blijkt. Ja. En wat krijgen we er nou voor terug? Wat voor dieren komen hierop af? Ja, naast al die plantensoorten waar jij dus vandaag naar gaat kijken, kun je ook heel veel, met name in en rond die poelen en watergangen, kun je allemaal hele leuke insecten verwachten. Sommige plekken zijn pas 2 jaar geleden uit de productie van de landbouw genomen. Maar daar kun je nu echt al libellen, leuke waterbeesten. Ik ga ook echt onder water vandaag. Leuk. Ja. Het is een goed weer vandaag ook daarvoor. Ja. Ja. Je zei het al, ik ga naar de plantensoorten kijken die verdwenen waren en nu weer terugkomen. Ja. Ik hoop de orchidee te vinden, dat zou een heel goed teken zijn. En dat is een dier waar wij vanavond naar gaan kijken, dat is de boomkikker. Die willen we wel heel graag hier terug, hè? Ja, nou ja goed, ook voor zo'n beest geldt van als je de voorwaarden creëert en ze zit hier ook in de buurt, dan moet die wel kunnen komen. Dus met een beetje geluk, het weer is goed dus. We gaan het zien. Ja. Zit daar een rauwklauw hier bovenin het topje van een omgezaagde es. Of els is het. Ah, dit is echt heel bijzonder, want het is een heel erg schuwe vogel. En hij zit daar gewoon bovenin het topje en hij blijft ook nog zitten ook. Onvoorstelbaar. Dan gaan we even filmen, want dit is echt bizar. Ah, hij heeft er vaker gezeten, want er zit stront in die tak. Moet je kijken. Fantastisch. Een mannetje van de grauwe klauwier. En het is zo een soort van hagen en heggen. En hier in Hagenbeek heb je een aantal van die mooie oude singels. Die zijn deels opengekapt. En daardoor ontstaat er een beetje een soort struweel, hè, wat struiken. En dat is perfect jachtgebied van de grauwe klauwier. En het is echt een soort die op de rode lijst staat, waar het slecht mee gaat in Nederland. En in Drenthe zitten er nog een paar, maar zeker in Gelderland is dat echt nog maar heel weinig te zien. En hier zit hij dus, dit jaar voor het eerst. En het is echt het gevolg van het beheer. Dus die randen die open worden gekapt, met overzicht naar die mooie bloemrijke weiden, waardoor er heel veel insecten zitten. Dus hij vangt kevers en bijen en allerlei rupsen, echt vooral ook de grotere insecten. En door zo'n beetje gevarieerd landschap te maken met overgangen van hooiland naar bosrandjes, en met name dat laten liggen die omgehakte bomen, dat is echt essentieel voor deze soort. Ah, geweldig, hij blijft gewoon zitten. Nou, kijken of we hem nog meer zien. Hé, daar in de verte zit ook nog een torenvalk. Heel mooi, op een afgekapte beuk. Die heeft net een muis gevangen. Ja, mooi. Een mannetje torenvalk met een mooie grijze kop. Je ziet het maar, gewoon in zo'n randje, ik heb net ook al een rietgors gezien, in één zo'n randje met wat bomen die ze hebben laten liggen. En daar komt meteen van alles in zitten, want er is zoveel te eten hieromheen. Dat is het probleem niet. Het probleem zit hem in dat je goede plekken moet hebben om te kunnen broeden. Veilige struiken. Nou, die torenvalk die jaagt in die weides en die zal hier ergens achter ook wel zijn nest hebben. En die grauwe klauwier die broedt hier ook ergens in. Nou, nog een klein stukje dichterbij. God, dan ben je er net en dan maak je dit al mee. Zo'n schuwe vogel. Kan weer eens niet op. Hey, kom zingen. Dus hier heb je een grondboor, Anja.
Ja, ik heb een grondboor meegenomen, want hier kunnen we een grondmonster meenemen. Dat wil zeggen dat we dadelijk gaan boren in deze aarde. Ja. En dan kunnen we zien wat hier in de loop der geschiedenis gebeurd is. We kijken als het ware in de geschiedenis. En je kunt daarmee ook heel goed het verschil zien tussen de rijke bovenlaag en de arme onderlaag. Precies, want dat is die geschiedenis. Het is wel zwaar, dus flink kracht zetten. Laten we het samen doen. Ja, dat is de eerste laag. Dat is de eerste laag. Dus de planten er nog op. Met de bovenste laag. Geef mij nu maar. Alsje. Nu leggen we hem heel voorzichtig achter elkaar. En dan zullen we zien dat op dit perceel er een hele dikke, rijke bouwvoor zit. Een bouwvoor bedoel je die rijke bovenlaag mee? Precies, hè? Ja. Precies. En onder die rijke bovenlaag, daar zit de zadenbank. En daaronder zit het oorspronkelijke gele zand. Nou, dat gaan we zo zien. Eerst nog een stukje doorgraven. Ja, we moeten nog een eindje. Kijk, hier kun je het ook een beetje zien. Oh ja. Zie je het? Precies. Nou, het laatste beetje. Nou, je komt nu echt bij het lichtere zand. Hoor je het ook? Het knispert gewoon. Ja, het knispert echt een beetje. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ah, kijk, dat is een mooie. Hartstikke licht. Kijk. Hier kunnen we het nu mooi laten zien. Dat dit dus die rijke bouwvoer is, vol met voedingsstoffen. Dit is de schrale grond, de grond waar nauwelijks voedingsstoffen in zitten. En precies hier op die overgang, daar zitten de geheimen van deze mooie natuur. Daar zit de zaadbank. Ja. Dus dit wil je weg hebben allemaal? Dit hebben we eigenlijk niet nodig. Dit is ons geheim. En die zaden blijven je al die tijd gewoon in zitten? Ja, dat is het wonder van de natuur. Sommige zaden zijn kiemkrachtig een jaartje, een paar weken. Andere zijn tientallen jaren kiemkrachtig. Bijzonder. Nou, hier in dit open landschap liggen een aantal poelen. Ik loop nu langs de rand van zo'n poel van ongeveer 20 jaar oud. Nou, het interessante van vandaag, van wat ik ga doen, is dat ik in een poel van 20 jaar oud ga kijken, onder water. En in een poel van ongeveer 2 jaar oud. En dan wil ik wel eens weten of er verschillen zijn in de soorten dieren die ik aantref in deze poel en in die andere. Dit is een lens. Je ziet het al, het is helemaal een bolle lens. En onder water heb je meestal maar 1 of 2 meter zicht. Vandaar dat je een hele grote wijdhoek moet hebben om onder water te kunnen filmen. Omdat je anders, als je met een wat langere lens filmt, heel veel troebel uitfilmt. Het is nog mooi zonnig, dus dat heb je echt wel nodig. Want onder water is het meestal donker. En waar ik op hoop is scholen met kikkervisjes. Misschien wat libellenlarven, wellicht eens een watersalamander, een kleine. Zo. Oh, er leeft hier al van alles. En we zijn nu hier ergens, zijn we op zoek naar de orchidee. Ja. We gaan hier de orchidee zoeken, want in dit gebied hoort die thuis. En waar moet ik op letten? Op dit moment bloeit waarschijnlijk de rietorchis. Ja. En die is purper, heeft zo'n bloemkroontje, lancetvormige, dus lange blaadjes. Daar gaan we naar op zoek. De orchidee, deze orchis, was een van de vele soorten die jarenlang verdwenen was in dit gebied. Ja. Hoeveel waren er in totaal verdwenen? Er zijn sinds 1950, hebben ze ongeveer berekend, er waren 1400 plantensoorten in Nederland. Er zijn er inmiddels al 70 van uitgestorven. Een van de kerntaken van Staatsbosbeheer is het dus ook om te zorgen dat er weer meer verscheidenheid komt in soorten van planten. Ja. Want als je meer soorten planten hebt, krijg je ook weer meerdere insecten, vogels, reeën. Ja, zo maak je het hangt het allemaal met elkaar samen. Precies. Maar nu de orchidee nog. Ja, ik heb hem gezien. Jij ook? Nee, nog niet. Ja, hier. Kijk. Kijk.
Nou, dus het betekent dat het beheer wat we hier toegepast hebben, dus dat maaien en dat afvoeren, dat dat heel goed werkt. En samen met dat grondwater waar die kalk in zit, wat hier naar boven kan komen, daardoor krijgen we orchideeën terug. Wat mooi. Ja, een hele mooie plant. Hoe mooi purper die is. Kleine vlekjes hier op die lipbloemen. Ja. Plukken we maar niet. Nee. Nou, ik merk wel dat dit een wat oudere poel is, want hier overal stap ik op oude rietstengels. En er ligt ook een flinke humuslaag, dus een flinke laag met afgestorven bladmateriaal op de bodem. En iedere stap die ik zet, komt er weer een berg met humus en veen omhoog. Dus maakt het extreem moeilijk om mooie onderwaterbeelden te maken. Maar het stikt hier van de scholen met kikkervisjes. Her en daar wat bootsmannetjes, schaatsenrijders. Eens even kijken, we nou eens even gaan wachten. Meestal als ik zo heel laag ga zitten, dan zie ik vaak wel iets wat ik anders niet zo snel zie. Maar er is zoveel meer te zien, want ik hoop dat ik je dat kan laten zien hier langs de nieuwe rietstengels zitten allemaal larvenhuisjes van, ik denk dat het haften zijn, eendagsvliegen hier zo, daar. Die zijn allemaal uitgeslopen al uit het water. Ieder rietstengeltje zit er wel eentje. Op dit moment barst er een koor los van groene kikkers, bastaardkikkers denk ik. Zo. Die kan uit. Zijn werk gedaan. Ik ga eens kijken of ik wat close-ups van libellen kan maken. Ik heb hier die solanum, die goudbes bedoel ik. Die goudbes, ja. Ja, Ixocarpa. Maar is die andere goudbes? Ixocarpa, ja. Heet die. En Xanthoria, doen we daar wat mee? Wat zeg je? Xanthoria ook maar, hè? Ja, doe maar. Die staat hier ook. Brombus en Hermes? Ja? Geoorde zuring? Bij die... Ringium. Ja, laten we het hier doen. Wede. Ja, laten we het hier doen. Ja. Als jij een meetlint even geeft. Ja, nou, ik zal het wel even doen. Hier, Carex spicata. Leuk. Bedekking. Procent of... 20, 25. Ja, 25. Mos, dat zien we nou wel. Wat soorten? Ruigen zeggen. Carex hirta, ja. Berm zeggen. Carex picata, saponaria, officinalis. Bijvoet. Wat zijn jullie precies aan het doen? We zijn een vegetatieopname aan het maken. We hebben een stukje afgebakend hier en dan elke soort die hier dus in staat, die schrijven we op. En dat doen we dus eerst. En eerst alle soorten opschrijven en daarna kijken we hoeveel staan er bijvoorbeeld van deze braam. Is er 1, staan er 2, staan er 3 of bedekt die voor 5%, bedekt die voor 10%. En dat gaan we het hele proefvlak gaan dus bekijken. Maar waarom wil je dat weten? Tja, ja, je wilt beter zo'n beetje weten hoe de vegetatie in Nederland, hoe die in elkaar zit. Op dit ogenblik, hè? Het verandert natuurlijk. Ja, we leggen het vast zoals het nu hier is. En het kan best zijn dat, dat dit soort vegetaties 100 jaar geleden helemaal niet voorkwamen. Dus het verandert permanent, de natuur in Nederland.
En we leggen de situatie van 2010 even vast op deze plek. En er zijn dus een aantal plekken, dat doen we dit dus ook. En dan gaan we elke 4 jaar gaan kijken, wat verandert er, wat verdwijnt er, wat komt erbij. En zo kun je zien, naar aanleiding daarvan ook rode lijsten samengesteld, van welke soorten gaan er hard achteruit, welke soorten die, gaat het goed mee. En dan kun je precies zien hoe de vegetatie in Nederland in elkaar zit. Oké, zullen we even doorgaan? Anders dan krijg het niet af. Ritidia delft. Isatis tinctoria. Die moet ik bijschrijven. Rietzenkgras. Festuca arenacea. Boerenwoonkruid. Ja, tenacetum. Waarom die fascinatie voor planten? Dat is gegroeid. In 1989 werd de Floristisch Onderzoek Nederland werd opgericht. Hebben we ons beide van onafhankelijk van elkaar, zonder dat je het wist, hebben we ons daarvoor opgegeven. En dat boeit je zozeer, die plantenwereld, dat je daar verder mee gaat. En op een gegeven moment maak je daar dan je beroep van. Maar het is het vooral interessant, vind ik, de grote veranderingen die er zijn op het ogenblik. Dat je gewoon 10 jaar geleden heel andere soorten vond dan nu. Hè. Je vindt steeds meer soorten uit Zuid-Amerika of Azië. Die vind je gewoon terug in de Nederlandse natuur. En het gaat razendsnel. Veel sneller dan je zou verwachten. Binnen 10 jaar is een soort overal te vinden. Dus dat is erg fascinerend om daar een stukje van te zien. Dus, en is hij een goede maat mee om op stap te zijn? Ja, hij is altijd wel in voor een extra excursie naar het werk, zeg maar. Als ik op weg naar huis ben en ik bel van waar zit je in de buurt, en dan gaan we samen ergens even een kilometerhokje strepen. Hè. Dan hebben we van Nederland is verdeeld kilometerhokken, zeg maar vierkante kilometers. En dan hebben wij een lijstje van die soorten zijn er gevonden. En dan gaan we kijken wat vinden we nu terug na 10 jaar in hetzelfde hok. En daar leer je heel veel van wat je niet meer terugvindt en wat je erbij vindt. Hoe vaak doen jullie dat? Nou, soms 6, soms 7 keer in de week. Dus wel vaak. Wel ja, vaak. Het is, houdt niet op 5 dagen. We zijn eigenlijk bij 7 dagen per week mee bezig. En, Zijn jullie freaks? Het zal wel. Denk ik wel. Denk het wel, ja. Ja, het is mijn hobby, het is mijn werk, het is mijn passie. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 19. Exact 30 soorten. Heb ik alles? 10, 6, 9. Oké. Gaan we verder. Even mijn statief een beetje inschuiven. Er zitten hier overal langs de kant heel mooi verschillende libellensoorten. Ja, daar zit heel mooi een tandemtje van de watersnuffel, denk ik. Kijk. Zelfs een beetje nog een keizerlibel langs. Nou, zo aan die waterrand zie je al meteen wat een ongelofelijke diversiteit er allemaal aan libellen zit. En dat geeft ook meteen aan hoe ontzettend flexibel ze eigenlijk zijn. Je graaft ergens een poel. In dit geval is het natuurlijk al een tijdje geleden. Het is een poel van 20 jaar geleden. Maar libellen hebben meteen in de gaten dat het water goed is om eieren af te zetten. En ze zijn natuurlijk heel mobiel. Het is voor een libel echt geen moeite om een kilometer of wat te vliegen van de ene poel naar de andere. En als het water goed is, zetten ze meteen eitjes af. Nou, dat is wat hier ook gebeurt. En daarom krijg je ook eigenlijk heel snel na het geschikt maken van een natuurgebied, krijg je al libellen. En dat is een hele mooie graadmeter voor de kwaliteit van nieuwe natuur. Kijk, hier vindt een paring plaats. Heel mooi. Nou, nu wordt er waarschijnlijk wat sperma opgenomen en de eitjes dus bevrucht. En zometeen gaan ze naar het wateroppervlak toe, waar ze de eitjes afzetten. Nou, één leuk weetje over libellen. En dat is dat libellen er al veel langer zijn dan wij mensen. Sterker nog, libellen leefden al in de tijd van de dinosauriërs, zo'n 275 miljoen jaar geleden. Het mannetje heeft zijn laatste deel van zijn lijf, zo'n soort legboor, heeft hij net achter de kop van het vrouwtje geplant. En daar pompt hij de sperma in. Maar zo te zien is dat geen prettig gevoel voor het vrouwtje. Maar ja, je moet er wat voor over hebben om voor nageslacht te zorgen.
Wat een bloemenzee hier. Mooi, hè? Allerlei kleuren, allerlei schakeringen. Ja. Het is ook bijna niet voor te stellen dat een paar jaar terug dit nog gewoon een landbouwgrond was. Hoe gaat het dan in zijn werk? Loop je hier door zo'n gebied heen en denk je van, laten we een meter grond weghalen en kijken wat het oplevert? Nou, dat is inderdaad wel specialistenwerk, want je moet precies weten wat je doet. En je moet weten wat voor mogelijkheden zo'n gebied heeft. Nou, daar is onderzoek voor nodig, bijvoorbeeld naar de waterkwaliteit. Je kijkt ook naar oude kaarten. Hoe was het hier vroeger? Vroeger was het hier bijvoorbeeld echt een nat hooilandgebied, ingebed in een coulisselandschap. Dat kun je nu nog zien aan de singels en de houtwallen. En al die onderzoeken die doe je en dan ga je kijken wat kunnen we hier mee terugbrengen. En dan krijg je allemaal soorten terug die verdwenen zijn. En daar komen vervolgens weer dieren op af. Nou, dat is het mooie. We steken in principe in op botanische beheer, dus op de planten. Maar in het kielzog van al die planten komen dus natuurlijk ook de insecten. En daarmee komen de vogels terug. En een heleboel zoogdieren. We hebben hier bijvoorbeeld heel veel reeën, fazanten, konijnen, bunzingen, marterachtigen dus, van alles. En dan zitten die dieren en die planten hier, maar die kunnen geen kant op, want het is een hartstikke geïsoleerd gebied. Nee, het lijkt misschien geïsoleerd omdat we hier nu vandaag zo zijn, maar het is een gebied wat ingebed is in een verbindingszone. Een eindje verderop hebben we een prachtig natuurgebied en het heet Beekvliet. En aan de andere kant hebben we een natuurgebied, dat Wildenborch, bij Lochem in de buurt. En al die gebieden worden met elkaar verbonden via verbindingsroutes zoals dit. En door al die gebieden met elkaar te verbinden, krijg je ook de boomkikker terug. Ja, en we hebben er zelfs al 4 gesignaleerd. Doordat die verbindingen er zijn, en volgend jaar zijn er nog meer. We krijgen er een heleboel terug. Nou, dat belooft wat. Ja. Oeh, wat is dit mooi zeg. Twee parende Icarusblauwtjes. Oh, geweldig. Je ziet het vrouwtje. Het is ietsje donkerder. En het mannetje zit bovenop. Die maakt van die hele subtiele, kleine trillende bewegingjes. Ja, heel mooi. Fantastisch. Even zorgen dat ik het beter in beeld breng. Oh, fantastisch. En het is het moment, hè. Het is het lekker een beetje broeierige dag. Die Icarusblauwtjes die leven hier op die overgang van dat moerassige bos naar de poel waar ik net was. Dat komt omdat hier heel veel rolklaver in groeit. En dat is weer de waardplant van dit vlindertje. En het zijn zulke kleine dagvlindertjes, maar ze zijn zo mooi. En wat ik zo mooi vind is dat die mannetjes echt, daar gaan ze weer. Dat die mannetjes echt als een soort balletdanser heel zachtjes heen en weer beginnen te trillen. Daar gaan ze. Fantastisch. Jee, op mijn pet. Nee, net niet. Heb je straks misschien zin in thee? Ja. Verse thee. Hoezo vers? Nou, wat we kunnen doen is een blaadjes plukken van wat hier bijvoorbeeld groeit. De watermunt. En daar straks een kopje thee voor zetten. Hier staat weer watermunt ergens? Ja, hier staat watermunt. Kijk. Ruikmaas. Lekker, hè? Heel lekker. Dit stop je in je thee. Dat stop je in je thee. Ik pluk er een paar meer. En is het ook nog ergens goed voor, die munt? Ja, het maakt het hoofd helder. Het verfrist de geest. Heerlijk. Zal ik thee inschenken? Ja, dan doe ik de munt erin. Daar hebben we wel zin in, hè? Zo'n dag. Alsjeblieft. Dankjewel. Dank je. Proost. Proost. Is die dicht? Ja hoor. Heerlijk. Het smaakt best goed. Ja, goed hè? Ja, heerlijk. Anja, je hebt hier ook een boekje bij, hè? Ja. Wat zet je er allemaal in? Nou, dat is mijn boekje waarin ik alles opschrijf wat ik onderweg tegenkom als ik in de natuurgebieden ben.
wat ik gezien heb, welke datum het was, met wie ik geweest ben. Zodat ik daar later terug kan kijken en kan zien van, kijk, zo was het toen. En al die mooie dingen die ik dan tegenkom, dat zie ik dan weer voor me. Wil ik het bekijken? Wat zou je nou over vandaag erbij schrijven in het boekje? Oh, vandaag, daar ga ik vanavond heel veel over opschrijven, want het was een topdag. We hebben de rietorgels gevonden. Ja. De eerste bloeiende die ik gezien heb. We hebben de torenvalk zien bidden in de lucht. De meerkoetjes die hier nu zwemmen. We hebben juffertjes gezien. Je krijgt het boekje wel vol. Ja, ik krijg het vol. Is het druk? Ja. Dan is toch heerlijk als je hier zo aan de waterkant kunt zitten. En dat zo'n terrein dan toegankelijk is voor iedereen. Jong en oud, of je ziek bent of werkloos bent, een topbaan hebt. Iedereen kan genieten van al die mooie dingetjes om ons heen. Nou, dat is mooi als daar aan me kan bijdragen. Ik loop nu hier in een poel die veel jonger is dan de poel waar ik net in liep. Dit is een poel van ongeveer 2 jaar oud. En ik kan ook aan de plantengroei zien dat het hier een jonge poel is, want het staat hier vol met kranswieren. Nou, het leuke is dat in die kranswieren ook allerlei andere beesten zitten die meteen in die poel terecht zijn gekomen. En ja, hier zitten ze ook. Heel mooi. Hier zit bijvoorbeeld een prachtige mooie libellenlarve. Nou, ik heb net in de andere poel de libellen echt zien vliegen. Hier zitten de larven in. En dat is een heel apart verhaal. Die larven die leven als predatoren, hè? Dus als roofdieren in dat water. Ze vreten de kikkervisjes op. En na een jaar, sommigen zelfs pas na 2 jaar, komen ze uit dat water om als libel een maand rond te vliegen. Nou, hey, hier zitten, dat is leuk zeg. Hier een beetje onder tussen de waterplanten zitten nog 2 kleine watersalamanders. Ah, geweldig. Een mannetje en een vrouwtje. Je ziet het mannetje zit vlakbij het vrouwtje. Is een beetje driftig met zijn staart heen en weer aan het bewegen. En komt nu zelfs naar de lens toe omdat hij denkt dat er een rivaal in de spiegeling van de lens zichtbaar is. Dus hij denkt van die moet ik weg hebben. Het vrouwtje zit daar volgens mij eitjes af te zetten. Prachtig. Nou, zeg mooi. En die kleine watersalamanders zijn eigenlijk, het zijn wel de meest voorkomende salamandersoorten. Maar ook daarvoor geldt, net als voor libellen, als het ergens goed is, dan komen ze meteen. En dan kun je massaal de soort terug hebben. En met name die mannetjes die worden, dat kun je met dit mannetje ook heel mooi zien, die kunnen in het water, ja, ondergaan ze echt een transformatie van een beetje een gewoon salamandertje in een soort van draak met een kam en zwarte vlekken. En het is nu heel mooi te zien hoe dat mannetje eruit ziet in de paringstijd. Als hij zo meteen weer op het land gaat leven, het zijn amfibieën, dus ze zitten maar een maand of 2 in het water en de rest van de tijd leven ze op het land. Dan raakt hij die mooie kam, die drakenoutfit, raakt hij weer kwijt. Briljant mooi, kleine watersalamanders in de poel na 2 jaar al. Ja, hij zit er. Onmiskenbaar. Ja, geweldig zeg. Mooi geluid ook. Ja, dit hoort zo bij een zwoele juniavond. Kijk, 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 maar... En ook bij de Achterhoek. Ja, die boomkikker is een soort ambassadeur van al die natuurgebiedjes die aan elkaar gevlochten worden in de Achterhoek.
En het gaat zo ontzettend snel, hè? Want hij is in een paar jaar is hij gewoon weer teruggekomen hier. Ja, dat is echt een successtory. En nou, wat mij betreft is dit het bewijs dat als je de juiste ingrediënten hebt, dus helder water, natuurgebieden die met elkaar verbonden raken door allerlei andere gebiedjes op te kopen, dat het gewoon in hele korte tijd succesvol kan zijn. Met de boomkikker als gevolg? Juist. Kijken? Ja, je kunt dus proberen los te maken. Is het een giftige spin? Nee. Dus ik kan het ook met mijn handen? Ja. Ja, daar komt hij. Ja, hier is hij. Kijk, daar komt hij aan. Ja, wauw, wat is hij mooi. Kijk, daar komt hij aan. Hè? Grote witte grote. Ja. Kijk, daar gaat hij. Wauw. Ja, dat is echt een grote.